Hallo mensen, zijn we weer. We zijn vandaag even wat speeltuintjes, groenstrookjes. We gaan wat recreatie doen. En zoals altijd gaan we even een wedstrijd doen. Ja, kijk wie de meeste euro's vindt. Kikking. En we gaan even wat speeltuintjes af. Even Alex Muntenjagerstijl. Heel waar. We gaan even 5 minuten scannen over een veldje. Als er wat ligt, dan gaan we verder. En anders gaan we door. Yo. Wil jij nog wat vertellen? Nee, jij. Veel kijkplezier en tot bij het eerste raadje. Jee, Bye bye. Boys and girls, Pascal Lieber in the house. Zo, ik had weer een mooi signaaltje in het gat. Dus we gaan even koekeloeren. Ligt niet heel diep. Dan ga je even omdraaien. Dan kun je precies zien. Hier zit hij. Nou, een blikje. Nou, Pascal die loopt daarachter. Ik film hem met mijn normale camera. Vorige keer was ik hem vergeten, sorry jongens. En het focussen was ook niet helemaal geweldig met mijn telefoon. Ik heb hier natuurlijk ook een gaatje een keer. En ik heb deze sleutel eruit gehaald. Het is een lips. Dus het is een... tenminste, ik noem het een lips. Hier zat heel wat anders op, dom of zo. Dom. Hij is dom, hé. En het is wel een loper. Nou, loper kun je natuurlijk gebruiken op heel veel deuren. En in een bepaald bedrijf of in huis. Of... Maar het is wel een van de duurdere types sleutels. Zo. Kikking. Mooi zand natuurlijk. Weer 5 centje. Voor 5 cent. Lekker, lekker. Daar een boerderijtje. Daar staat er een op een terpje achter de bomen. Ik had hier een mooi signaal. Dus ik ga jullie weer even neerzetten. Zo. En dan gaan we even koekeloeren of wat ligt. Oh, mijn sirene is op de achtergrond. Daar doet. Ja, ja. Kutching. Ja, soms een beetje veel. Kutching, de eerste euro. Hatsa. Nou jongens, mijn eerste 10 cent. Kutching. Pascal, die loopt al iets verder. En hij loopt ook daar. En hoeveel heb jij al? 1,30 euro. 1,30 zit hij al op. Nou, ik heb net deze 10 cent gevonden. Ik heb nog 5 cent gevonden. Dus ik zit op 15 cent, jongens. Kutching. Mooie 87. We gaan even koekeloeren. Niet super geluidje. De vondst is ook wat minder. Een bierdopje. Nou, daar is Dandy. Dandy heeft ook wat gevonden, denk ik. Wat hé? Amstel. Amstel. Nou, wat hier al wat zand was. Ik denk dat ik weer geld heb. Aan het geluidje toren, vond ik best wel mooi. Ja, ja. Ja, ja. 10 cent. Kikking. Hoppataart. En nogmaals,
5 centje. Kiking. Weer in het zand. Ja, die komt ook wel grappig binnen. Nou, Pascal loopt daar het laatste trapveldje al af en dan gaan we waarschijnlijk verder. Want, we zijn een stukje verder gelopen, hebben nog niet veel gevonden. Ik heb hier in ieder geval 5 cent, 1982, maar dat is Nederlands geld, dus je kan niet bij mijn 15 cent optellen. Wel 5 cent. We zijn in Hartje Hasselt en we zagen net al iets met indianen en zo. Welkom bij de indianendorp en andere dingen. Hier zitten we in koelkast klaar met bier en de barbecue. Altijd goed. Maar goed, wij zijn hier aan het zoeken. En die lui hebben straks denk ik feest. Kijk, feesttent, alles. Geen idee. Hier zit een vondje in. 80. Ligt hier wel raas. En natuurlijk is het een bierdopje. Nou, ik zeg net tegen Randy. Ik zeg, er ligt veel troep. Gelijk dit sjaaltje. 50 cent, kieking. Hatsa. Nou, ik heb hem ernaast gegooid. Zoals je ziet. Kijk eens jongens, 50 cent. Kieking. Dus ik ben weer iets rijker. Kieking. Zo, 5 gulden centje. 19, 2 en 20. Randy die is daar. We kregen het verzoek of een vraagje of hij verderop is een ringetje. Goed zo. Een oorbel en een kettingje verloren. Dus gaan we even zoeken. Nou, ik haal net deze uit de grond. Volgens mij is zilver. Ik weet niet of het een oorbel is of een clipje. Hiernaast zijn nog vrouwen. Die gaven aan dat aan die kant. Pascal is daar al aan het zoeken dat er een oorbel en een armbandje waarschijnlijk verloren zijn. Goud, die liggen rondom die tent. Dus hier ergens of in de tent. Pascal is aan het zoeken, ik loop er ook even heen. Even kijken of we dit kunnen oplossen. Of we het kunnen vinden.
En ja, die wordt het nog wel. 5 cent. Kikking. Nou, voor mij loop ik nog steeds voor de Brandy. Wel neem een ander veldje, maar voor mij heeft Brandy dat al gezegd. Maar even kijken we hier nog uittrekken nog. Van de grond gehaald. Dat is nu een 83. Dus ik wil even samen gaan kijken. Zijn we op een ander veldje? Kijk hoor, ik heb het geluid even aanstaan. Ik denk alweer dat het blik is. Ja hoor, het is weer blik. Nou ja, Pascal die loopt iets verderop. En we zijn hier nog even bij het trapveldje in Genemuiden. We waren net in Hasselt. En we hadden daar natuurlijk een vrouwtje ontmoet die was haar oorbel kwijt. Een oorbelletje die hebben we nog niet gevonden. We gaan volgende week nog even terug. En daar hopen we in ieder geval dat we hem kunnen vinden. Oorbelletje die heb ik even gefotografeerd. En die plak ik hier even naast. Ja, hopen dat we volgende week even vinden. We zijn best wel tijd kwijtgeraakt aan dat oorbelletje. En ja, we gaan hier nog even zoeken. Want ik denk dat het eigenlijk niet een hele lange video wordt. Dus blijf in ieder geval even kijken en hopelijk vinden we nog wat. Nou, Pascal is achter de boom. We hebben weer Sjans ook, zie ik. Waarom zeg je hallo? Ken je er weer? Ken jij haar weer? Nee, ik ben beleefd opgevoed. Ja, ja, is je ex zeker weer. Dus Roosmarijn, als je dit ziet. Pascal gaat vreemd hoor, dat kan niet anders. Even kijken. Ik heb hier een muntje. Zie je dat? Maar ik weet nog niet wat. Volgens mij is het een muntje, jongens. Ja, het is een munt. Het is een muntje. Een gulden. Een gulden? Ik vind nooit guldens. Kijk eens, jongens, een gulden. Uit. Geen idee. Dus dit is wel oud. 1975, is dat zilver? Is dat zilver? Nee. Nou, ik ben even bij Pascal. Hij heeft twee signalen. Hij is nu bij dit gat bezig en volgens mij hier aan de zijkant heb je ook toch? Dat is een blikje, ja. Nou, dat krijg je niet los. Laat maar lekker zitten, dacht ik zo. Ik doe me die tak vast. En hier bij je knieën zo had je nog eentje, toch? Ja, maar dan moet ik hem hier ergens. Had je al vast met hem vast aan? Ik heb hem mee. Nou, gelukkig heb ik hem de laatste keer weer gevonden, mijn grassemes, want zoals jullie weten was ik hem kwijt. En was een best groot akker, maar gelukkig hebben Alwin en ik hem teruggevonden. Ja, vooraan. Toch? Ach, is er niks van. Dus het andere stuk, ja. Helaas. Nou, wat heb je gevonden, jongen? Troep. En wat was dat nou met dat vrouwtje van net dan? Ja, die zei ooit tegen mij. Oh, je dacht hij te kennen of zo? Nee. Van vroeger? Als mijn ex was, zei ik geen hooi, denk ik. Nee? Wat zei je dan? Hoor ik mijn schep naar de toe. Daar kun je niks aan, daar ben ik weer kwijt. Nou, ik heb hier nog even wat gevonden. Je ziet er wat glimmen daar, of tenminste wat goudkleurig. Dus even kijken om dichterbij kan halen. Kijk eens jongens, 10 cent van mij. Ik ging. Kan er weer bij in de pocket. Nou jongens, hier waar mijn schep staat, hebben we nog een mooi signaaltje. 84 had ik net ook met mijn 10 cent. Dus ik loop iemand hier achter te schreeuwen die het hond kwiet. Die hond is eigenlijk wit. Zo. Zeg ze nog Randy net hoor. Zit wel in die rand daar zo. Nou, zo kun je me helpen. Ja, mag wel even. Is dat hondenpoepje? Hier eens. Kijk. Ah, oh. Een 20 centje volgens mij. 20. Had ze toch wel 20 cent. Zou je al dichterbij zijn dan? Weet ik niet. Ik weet niet, wat had jij in totaal? 1,70. Hoeveel? 1,70. Weet niet, volgens mij zeker rond 1 euro misschien nu. Oh. Dus we heb ik nog lang niet ingehaald. Maar we gaan het zo wel vertellen. Hij bleef niet op mijn buik liggen. Nee, bij jou misschien wel. In mijn dikke penzen. Ja, zie je wel weer. Pascal voor de rommel vandaag. Ja.
Bierdoppie. Heine. Jammer, jammer, water. Jammer. Nou, waarschijnlijk een van onze laatste vondsten. Waarschijnlijk de outro hierna. Ja. Dus blijf kijken voor de outro. Nou, Randy is nog een Ducaten aan het tellen. Oh, hallo. Zijn we er? Nou, ja. Hoeveel heb jij gevonden, Randy? Hoeveel euro? Ja, nou, het ligt daar. Ik denk dat qua vondsten. Hallo? Qua vondsten heb ik denk ik de mooiste ding. Alleen qua euro geld heb ik wat minder. Ja, je hebt. Een dikke gulden. Ja, die was wel helemaal mooi als afsluitertje. Dat lang niet gevonden. Nee, dat is een hele tijd geleden. Ja, ik dacht ook al, denk ik, gulden. 5 centjes in de gulden tijd. En jij hebt. Kikking. 95 cent, jongen. Dat heb je heel goed berekend, meneer Winter. Dat heb je een mooie van. Waarom? Zullen we nu bij mij kijken? Zullen we bij jou gaan kijken dan? Ik heb ook 95. Nou? 1 euro en 75 centen. Kikking. Ik ben weer de dikke winnaar. Dat heeft u goed uitgerekend, meneer. Ik ben vandaag weer de dikke winnaar. De dikke winnaar, ja. Dat ben jij zeker weten. Ja, wat had jij nog meer, Randy? Nou, ik had nog een sleuteltje van zo'n lipzing, maar het is een loper. Loper? Want, ja, kijk maar, even van die gaatjes erin. Heb niet een normaal katteltje. Modern slot is het, hè? Dat is geen modern slot. Echt wel. Ja? Ja. Is het tegenwoordig een modern slot? Ja, dit is... Volgens mij zit een loper voor meerdere deuren en zo. Daarom zitten die gaatjes erin, die heb ik ook voor het werk. Ik kan meerdere deuren openen. Nou ja, maakt niet uit. Dit ding is volgens mij geen zilver, want hij blaadt het af. Ja. Maar hij is wel mooi. Ja, hij glimt nog wel een beetje, maar wat het is, dat is weet een haarklip. Ik denk eerder een haarklip, maar het is geen oorbellen. Doe maar eens een doorn. Ik knijp hem alleen dicht. Ja, doe dat maar niet, hè. Oh, inderdaad. Nou ja. Kijk, werk weer. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En de rest van mijn vondst, nou. Welkom. Nou, dat was toch niks. Nee, je had niet zoveel. In ieder geval, welkom nog in het mooie Genemuiden. En ja, hier lag ook niet heel veel, maar gelukkig nog wel die gulden gevonden, dus daar ben ik wel super blij mee. We zijn hier eerder in het park geweest. Ja. En daar hebben we ook wel de eerste 2,5. Ja, klopt, dat was ook hier. Ja. Dus hier heb ik wel de meeste gulden gevonden, dat wel. Maar voor de rest, ik vind nooit meer gulden. Beetje jammer. Ja. Dit was ons dagje. Trapveldjes, speelduintjes, recreatie. Gouden oorbel die we niet hebben gevonden. Nee, helaas. Ik heb hem nog vermeld dat we hem niet hebben kunnen vinden. En we gaan volgende week even terug. Even kijken of we hem wel kunnen vinden. Ja, ik weet niet of we tent gaan. Niet meer. Ja, daarom. Er zit een tent omheen en er zitten allemaal palen omheen. Alleen dat geeft allemaal storing op onze detectors en onze pinpoint. Dus ja, het is niet heel makkelijk zoeken, zeg maar. Nee, daarom. Dus ja, we moeten even een keertje terug. Ik denk dat we volgende week even gaan. En dan gaan we daar ook in de buurt. Ik heb nog, volgens mij heb ik daar een landje nog in de buurt. En ze zeiden nog dat. Dat daar in de buurt nog een ander stukje is waar we op kunnen. Ja, waar allemaal stortgrond heeft gelegen. Ja, dus misschien kunnen we daar nog even overheen zwabberen. Dus ja. In ieder geval, tot de volgende keer. Hartelijk bedankt voor het kijken. Ja, en, oh, sorry hoor. En tot de volgende video. Precies. Nou, jowe. Jowe. Bye bye. Hoe druk je hem uit, meneer? Dit knopje, die. Kikking.